Hoi! Vandaag heb ik jullie deze look laten zien. Het is een van mijn eerste pogingen voor watermarble. En ik had gewoon zin om een leuke, vrolijke zomerlook te doen. Dus laten we beginnen. Ik ben begonnen met base coat zoals altijd. Dit is die van Essence, de Studio Nails Hardening Nail Base. Gewoon weer één laagje. Zo'n potje doe ik ook trouwens echt eeuwen mee. In ieder geval, vervolgens wit. Daar gebruik ik weer dit Calvin Klein lakje wat ik ooit bij de Big Bazaar kocht. Want hoe goedkoper, hoe beter. Het komt toch onder watermarbling. In ieder geval, ja, weet je, ik wilde wel een goede basis. Op sommige lakjes die ik gebruik zijn best wel doorzichtig. Dus ja, dan is een witte basis, zeker als je felle kleuren wil. En wel zo handig. Dus heb ik ook nog twee laagjes van aangebracht. Ik heb deze keer het potje goed geschud voor gebruik. Raden ze vaak af, maar bij deze is het wel echt, echt nodig. Hij dekt nu al aardig, maar toch nog maar een tweede laagje gedaan. En daarna, omdat ik merk dat het toch wel echt verschil maakt in hoe lang mijn nagels heel blijven, heb ik ook een laagje extra topcoat tussendoor gedaan. Wat voor de nail art echt uitmaakt, weet ik niet, maar ik merk echt gewoon dat mijn nagels sinds ik dat doe gewoon niet meer breken, wat wel erg prettig is. Vervolgens heb ik deze goedkope striping tape gebruikt van Born Pretty Store. Ik vind hem zelf minder prettig dan die van Beauty Ill. Want ja, vooral. Ja, ten eerste deze die gaat er minder goed in één stuk af. Ten tweede, hij ruikt onprettig. Ten derde, hij wordt onzichtbaar als hij opdroogt. Waardoor ik dan al onder het aanbrengen niet meer weet waar die zit en waar die niet zit. Als ik er heel veel van aanbreng, zoals voor dit. Maar hij is wel heel veel goedkoper natuurlijk. En dat is als je dus heel veel ervan gaat aanbrengen wel zo prettig. Dus vandaar dat ik voor watermarbling graag deze gebruik. Nou, hier heb je dan poging 1 van het watermarbelen voor dit filmpje. Hier gebruikte ik een Sinful Colors, een China, nee, wacht, twee Sinful Colors. En één van Diamond Cosmetics. En die donkerste kleur is van Diamond Cosmetics. Die spreidde wel uit, maar vervolgens ja, droogde die en niks eroverheen ging nog goed. Niks spreidde nog uit eroverheen. En ja, gewoon een fill dus. Zoals je ziet, dit is, ja, lijkt nergens op. Maar het is gewoon echt, heb ik wel in de tussenin de gaten met watermarbling. Je moet echt kijken welke merken goed ervoor werken. Ja, en als je erin faalt, nou, gewoon even uitproberen. En is het niet wat je wil, gewoon met een wattenstaafje het water weer schoonmaken. Nieuw water pakken vind ik zelf minder handig, want je moet wel echt kamertemperatuur hebben. In ieder geval, vervolgens heb ik met twee Sinful Colors lakjes en een China Glaze lakje het geprobeerd. En dat gaat dus wel, dus ja, als je ook wil proberen, die twee merken, die werken ervoor. En toen heb ik gewoon zoveel mogelijk hobbels en bobbels erin gemaakt eigenlijk. En toen gekeken hoe ik mijn nagels er precies in wilde hebben. Achteraf gezien had ik beter twee nagels tegelijk kunnen doen. Want nu zit één nagel obviously in het midden. En ja, weet je wel, dat zul je daar zien. De zijkanten van het design zijn gewoon mooier. Maar goed, gewoon het wateroppervlak even schoonmaken. Nagels eruit. En dan ziet het er zo uit. Ik had de liquid tape ook wat hoger aan moeten brengen nog, maar goed. Again, aldoende leert men. In ieder geval, wat ik ook heb gedaan is de bubbeltjes een beetje uitgedept. Dat zie ik bij anderen dus echt nooit. Dus als iemand een tip heeft van wat ik doe, wat ik verkeerd doe, dat er bubbeltjes inkomen, dan hoor ik het graag, want ik heb geen idee. In ieder geval, die duw ik er een beetje uit. En wat ik dan eerst doe is aan de onderkant proberen, wat een stuk makkelijker is als je niet probeert om je cameralens te ontwijken, een beetje uit elkaar te krijgen, zodat ik gewoon twee helften heb uiteindelijk. Van de liquid nail art tape dus. Schaartje helpt erbij ook, maar die had ik niet gepakt. Dus ik dacht, ik trek het er maar gewoon vanaf met een pincet. Maar goed, als je dan twee helften hebt, dan kan je hem gewoon makkelijk eraf halen. Zonder dat je echt, ja, als een shirt over je nagellak heen trekt, weet je wel. Net zoals make-up en je doet dan net een ander shirt aan of zo. Is niet handig. En nou heb ik de rest nog even opgeruimd met wat aceton en een kwastje. En tenslotte heb ik hem ook nog leuk om er wat nail art-achtige dingen aan toe te voegen. Tenminste, watermarbling is al nail art, maar een nail art item. Ik gebruik deze bijna opgedroogde lijm van Essence, die in zijn half opgedroogde staat dik is en veel beter werkt dan in zijn niet opgedroogde staat. En dit steekje wat ik volgens mij ooit op eBay heb gekocht. En dan tenslotte topcoat, zoals gewoonlijk weer de Essence Better Than Gel Nails topcoat. Hier nog een advies wat ik zelf niet gevolgd heb. Ik had zoiets, het voelt droog aan, dus ik doe maar gelijk topcoat eroverheen. Doe dat niet, laat het echt goed afdrogen.
Want als je dat niet doet, dan krijg je dus het effect dat het een heel klein beetje ja, de kleuren in elkaar over gaan lopen. En dat is een beetje zonde, dus ja. Again, weer iets wat ik weet voor de volgende keer. En natuurlijk ook goed om het strikje heen. Nou, wat is dan het uiteindelijke resultaat? Al met al vind ik het zelf niet eens slecht gelukt. Ik bedoel, het zit op mijn nagels en dat is al meer dan ik durfde te hopen. In ieder geval, als jullie tips hebben qua watermarbling, hoor ik het graag, want ik wilde nog even verder oefenen. In ieder geval voor nu heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei! En daarna heb ik gewoon random het ingevuld met de glitterlakjes. Ik heb geprobeerd ze een beetje ja, af te wisselen, dat je niet steeds...